heel graag beginnen eigenlijk bij misschien dat het toch wel leuk is om te zingen voor elkaar. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Wij vieren vanavond eigenlijk alle 50-jarige inwoners van Bokstel. En dat doen we namens de Wijzer Ouder Worden bewustwordingscampagne. Welke we eind vorig jaar gelanceerd hebben binnen de gemeente Bokstel. En met die campagne willen we eigenlijk mensen bewust maken om na te denken over ja, hoe kun je nu wijs oud worden. Ja, ik denk iets van cabaret, lachen en een boodschap van... 50 is eigenlijk, dan hoor je er gewoon nog bij. Een hoop gezelligheid. En kijk wel, we zien wel. En kijk of je er iets van opsteekt. Ja, wie weet. Iedereen uit het bouwjaar 1974 is uitgenodigd. We hebben allemaal een uitnodiging op de mat gekregen. Er waren ongeveer 400 mensen in Bokstel. Ja, dus we krijgen hier dadelijk denk ik ook een soort van reunie. Wie wil jullie? Deze dame. Ja, ik ben er nog niet hoor. In augustus. Nee, maar dat dacht ik ook al. Ik denk, die is nog lang in 50. Nog lang niet. Daarbij proberen we die olievlek natuurlijk zo groot mogelijk te maken. Dat mensen hier met elkaar over het gesprek voeren. En verzinnen we ook ludieke events. Vandaag dus ja, dit 50-jarige event. Met eigenlijk de boodschap dat ze op de helft van hun leven zijn. Want wij laten ze vanavond hier bij het podium in Bokstel een hele inspirerende documentaire zien over het leven van 100-jarigen. En eigenlijk de wijze lessen die zij voor ons hebben, hoe zij gezond en wijs 100 zijn geworden. I do admire your bravery in the way you have chosen to live your life. Well, I don't know if it's bravery. Whatever it is. Yeah, whatever it is, I guess you just have the desire to keep going and try to help your loneliness by getting out, you know, meeting people. Oh, and I'm a talker, I like to talk to people. I am too. And we have a lot of fun when we're at Starbucks because, you know, we know the girls so well, so we sometimes act very silly and have a little fun. Ik ben wethouder in Bokstel. Ik heb de ouderenagenda ook in mijn portefeuille. En als ik naar de toekomst kijk... Als ik naar de toekomst kijk, dan zie ik dat er druk op de zorg zit. Er zijn te weinig handjes in de zorg om iedereen zorg te kunnen blijven leveren. Maar van de andere kant is er ook te weinig geld om dat betaalbaar te houden. En dat betekent dat er meer van onszelf gevraagd wordt. En ik ben zelf als persoon iemand die graag regie heeft. En ik denk dat dat ook een moment is voor jullie, als 50-jarigen... En nu na te denken hoe je regie kunt pakken op de rest van je leven richting iets ouder, zal ik dat maar zeggen. En ook om het gesprek te openen en te voeren met je broer, met je zus, met je pa en ma, hoe hun fijn oud kunnen worden. Wat is vanuit gemeentelijk perspectief jullie inbreng hierin? Wij zijn degene die de start gegeven hebben van de bouwcampagne, omdat wij op ons af zien komen. Dat er best wel veranderingen aan komen. Dat het niet meer vanzelfsprekend is als je ouder wordt dat je nog zorg verleend krijgt. Enerzijds niet omdat er de handjes niet zijn vanuit de zorgkant, maar ook omdat er het geld gewoon niet meer is. Dat betekent dat de maatschappij en onze inwoners na moeten denken over een andere toekomst. En hoe ze daarin zelf de regie kunnen pakken. En wij doen dit vanavond bewust voor de 50-jarigen. Omdat er nu nog keuzes gemaakt kunnen worden waardoor je fijn oud kunt worden. Karin Bruurs die sluit eigenlijk op humoristische wijze, maar wel een boodschap met impact. Gaat ze afsluiten van ja, wat hebben we nu gehoord en wat kunnen we daar met elkaar morgen ja, mee doen. De Economic Journal die had een onderzoek gedaan over happiness. Hoe gelukkig voelden wij hem? En dan moesten ze tussen de 0 en de 10 een punt geven en dan kregen te pas en te onpas een appje. En dan was dan, wat ben je nou aan het doen en hoe waardeer je dat? Hoe gelukkig ben je nou van? Nou, dan hadden ze, ik denk, 20.000 mensen die daaraan meededen. Heel veel van die responses kwamen terug. Oké, dan hebben ze helemaal een lijst gemaakt. Waar we het ongelukkigst van worden, hè, dus de onderste 10, als we de 50 pakken, dat is social media. Daar waren we niet gelukkig. Going to school, Engels was het, hè. En going to work, we worden daar niet gelukkig van. Maar daaronder staat ook taking care of adults.
Dus dat betekent wel van baby's, dat vinden we wel leuk. Kiekeboe, heb je kaka gedaan? Maar zodra dat je jouw oma heeft dan, is het een grafstemming. Ja, dat vinden we niet leuk. Nee, in plaats van dat je goede muziek van de Doors opzetten. Kom op moeder, kom op, even verschonen, pil naar morgen. Hoppakee, klat, en de muziek erbij. Dat vinden we allemaal zwaar. Maar het betekent wel, dat is het werk wat we direct heel veel moeten doen. Ja. Dus we moeten gaan kijken hoe we dat toch ook leuk kunnen houden, dat het niet zo'n grafstemming is. Dus dat was onder allemaal. Boven, hè? Dan was het dit soort dingen, bij elkaar gekomen, naar theater, naar concerten, wandelen, winkelen, feestjes. Alles wat sociaal was, alles wat sociaal was, dat scoorde heel hoog. Wat scoorde nummer 1? Nou. Carnaval. Zij zitten? Waar zit die? Carnaval. Carnaval. Dus als je die piepende, krakende gij een beetje leuk wilt houden, moeten nauwe zaadjes gaan planten. Ja. Moet nauwe zaadjes gaan planten, dat die 50 jaar die nou komen, nog toffer zijn dan die je hebt gehad. Ja.